Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de allereerste stage haal binnen deze regenboog-obby. En de like challenge begint nu! Oh gosh guys, geel, groen, blauw, paars, blauw, groen, geel, rood, bam! I made it! Dit is, als het goed is, de allerkortste regenboog-obby die er bestaat. En de vraag van vandaag is, stel je nou eens voor, jij zou een cartoon-karakter, een televisie-karakter, een superheld of in ieder geval iets wat niet echt bestaat, mogen veranderen naar een regenboogvorm. Voor wie zou jij dan kiezen? Spam het hier beneden in de comments. En de meest originele reactie die het vaakst is gespamd, is de winnaar van de chat. Dames en heren, we... Oh nee! Are you serious? Ik kon deze sprong denk ik niet eens halen. Of misschien dat we het nu wel hebben gehaald. Dat zou maar zo kunnen. Ja! Nice guys! We made it! Dit is inderdaad echt de allerkortste regenboog-obby die ik ooit heb gespeeld. Ik ben kaal! Jongens, mijn mooie meloenhanenkam is verdwenen. Maar ik kan hier wel kiezen uit een ander soort kapsel. Voor welke zou jij gaan bij jouw Roblox skin? Zou je gaan voor de blauwe? De roze? Of de oranje? Laat het in de comments weten. Ik ga voor de... Dit ziet er zo apart uit. Ik moet zeggen jongens, ik ben het echt niet gewend om een ander soort kapsel te hebben in Roblox. Oh nee! Wat heb ik gedaan jongens? Oh! Ik weet niet wat ik mezelf heb aangedaan, maar dit is de meisjesvariant van mijn Roblox skin. Alleen het enige wat we natuurlijk nog nodig hebben... is een nieuw gezicht! Oh jongens! En welk van deze twee gezichten zou jij kiezen? Stel je nou eens voor, jij zou één van deze twee 24 uur in het echte leven moeten dragen. Zou je dan gaan voor de linker of voor de... wat is er met mijn gezicht gebeurd? Ik wil deze! Oh, dat kan schijnbaar niet. Of voor de rechter. Laat het me hier beneden weten in de comments. Er is hier zelfs... Wow, wat? Ik weet niet wat er met deze schommel aan de hand is, maar ik denk dat hij beter een bezoekje kan brengen aan de virtuele huisarts. Want dit ziet er zo trippy uit. Oh gosh, guys. Dit is gewoon letterlijk een disco-schommel. En we hebben hier denk ik een soort van glijbaan, moet het voorstellen? Nee, dit is nog veel epischer. Een regenboog zwembad. Oh gosh. En we kunnen er letterlijk... Are you serious? Ik wou net zeggen, we kunnen er letterlijk van afglijden. Alleen moeten we dan natuurlijk wel via de trap naar boven. In plaats van dat we out of the world vallen. Oké, guys, there we go. 3, 2, 1... Splash! Wij zitten in het regenboogzwembad. Dit is awesome. En ik heb zelfs nog een andere game voor jullie in petto. Ik heb trouwens nog een vraag. Waar zou jij liever van afglijden? Van een regenboogglijbaan met alle kleuren van de regenboog? Of van een galaxyglijbaan met alle kleuren uit de ruimte? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Jongens en meisjes, dit ziet er zo episch uit. Dit is een soort van rode loper die je altijd hebt met van die modellenshows. Maar dan de regenboog-editie ervan. Dit is awesome. Oké, wacht even. Waar zijn we überhaupt? Wat is dit? Is dat een glijbaan? Ik denk serieus dat dat een glijbaan moet voorstellen, jongens.
Oké, wacht even. Waar moet ik überhaupt beginnen? Ik heb geen idee wat we allemaal kunnen doen. Ik zie wel dat er een aantal muntjes op de grond liggen. Ik heb er momenteel 1 verzameld. Ah, dit hier is een glijbaan. Yo, wat is dat? Dat lijken wel potten gevuld met goud. Oké, wacht. Ik weet echt niet wat ik moet doen, maar... Kan ik hierin? Are you serious? Jongens... Over 5 seconden gaan deze potten met goud rijden. Wow, wat? Dit is een soort van regenboog, goud, klavertje 4, pretpark. Als ik het überhaupt zo kan noemen. Oh, dit is awesome. Dit is zo gaaf. En er staat in beeld dat wij het... muntjes kunnen laten regenen voor 10 Robux. Oké, jongens, let's go. Als het goed is, regent het dus geen water zometeen, maar muntjes. Wow, wat? Yes! Er staat bovenaan in beeld. DutchTuber Job made it rain. Het zou best wel grappig zijn als je in het echte leven gewoon 1 euro of zo zou kunnen betalen om het regenboogmuntjes te kunnen laten regenen. Oh, dit is zo awesome. Alleen de vraag is, zijn er meer attracties? Want ik zie hier namelijk ook een plek waar we naar boven kunnen. Oh, ik ben zo excited, jongens. Ik ben legit... Ze hebben hier zelfs regenboogprullenbakken. Het is nog nooit zo leuk geweest om afval weg te gooien. Overigens is dat wel waar. Het is wel echt oprecht heel belangrijk dat als je iets van plastic of papier of iets hebt wat je weg moet gooien, dat je dat niet op de grond doet. Ik bedoel, het wordt echt een bende als we dat allemaal zouden doen. Er is trouwens ook een shop. Er is... Yo, wat? Er is een gratis regenboogballon... Er is een magisch tapijt die er anders uitziet dan het regenboogtapijt wat Roblox normaal gezien aanbiedt. En er is zelfs een Jumbo Big Head balloon. Zeg maar, Jumbo Big Head is een soort van creepypasta slash verhaal over een Roblox speler die niet meer kon praten. Hij heeft een lange periode zoveel gechat dat hij niet meer de mogelijkheid had om ooit nog te praten binnen Roblox. Het is een best wel apart en misschien ook wel spannend verhaal, maar daar is die ballon dus op gebaseerd. We zouden hem op zich kunnen kopen. Voor 250 Robux! Dat is zo duur! Waarom kost dat zoveel centjes? Zou meneer Krabs waarschijnlijk hebben gezegd. Oké, guys, there we go. Wat is dit? Oké, wat moeten we doen? Wij hebben onze eigen persoonlijke... Kunnen we erin? We zitten erin. Oh, jongens. Oh, jongens. 3, 2, 1. Enjoy the ride. Oké. Wow, wat? Dit is awesome. Jongens, dit is echt de meest epische rainbow ride. We gaan ook gewoon letterlijk over de kop. We gaan letterlijk over de kop. Ik kan mij trouwens nog herinneren dat ik vroeger ooit met een aantal vrienden naar een pretpark ging. En ik zelf was echt super bang om een achtbaan in te gaan. Ik was misschien wel het bangst van iedereen. En die mensen die beloofden mij dat de achtbaan niet over de kop zou gaan. Dus ik ging erin. Ik dacht van dat komt best wel goed. Maar nee, hij ging over de kop. Niet 1. Niet 2, maar 3 keer achter elkaar. En dat is het moment waarop ik bang werd voor alles wat over de kop ging. Zo'n beetje alles. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben dus nu onze regenboogballon. Wow, wat? Oké, nu ben ik aan het twijfelen. Zou dit epischer zijn? Of een galaxyballon, waar dan allemaal van die galaxy particles vanaf komen. Waarom is er altijd een soort van versus tussen regenbogen en galaxy? I don't know why, maar ik vind het allebei zo episch eruit zien. Laatst was er ook een bakkerij in Antwerpen, waar ze galaxy taarten verkochten. En die galaxy taarten die waren best wel heel erg prijzig, maar oh gosh guys... Wat waren ze mooi. Het was werkelijk waar insane. Alleen, waarom gaat deze zo langzaam? We kunnen hem letterlijk extra speed geven. Speed 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tot 10 is het max.
Jongens, wij hebben een regenboogtapijt met speed 10. Oh, dit is zo amazing. Oh, dit is zo amazing, guys. Oké, eigenlijk wil ik het wel doen om de video mee af te sluiten. We kopen 5000 muntjes. Oh, gosh, guys. 5000 muntjes. En dan gaan we nu naar de shop. En dan kopen wij de Jumbo Big Head Balloon. De creepypasta over de Roblox-speler die nooit meer komt praten. Bye now. Oh, gosh, guys. Are you serious? No way. Kijk al die regenbooggezichten. Dat was het inderdaad. Toen Jumbo Big Head niet meer mocht praten in Roblox, kreeg hij wel de mogelijkheid om zijn hoofd te veranderen in alle kleuren van de regenboog. Zou jij dat willen? 24 uur niet kunnen praten, maar jezelf wel kunnen veranderen in alle kleuren die er bestaan? Awesome. Oh, dit is zo gaaf, jongens. Laat in de comments weten. Zou jij deze ballon willen? Met natuurlijk de sparkles. Zou jij het vliegende tapijt willen waarmee je overal naartoe kan vliegen? Of zou jij de mega ballon willen? Laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneren kan heel gratis en vrijblijvend hier onderaan de video. Doe je best waar je ook bent. En ik zeg adios.